binnen het glamoureuze leven, gevuld met luxe artikelen tot de eindeloze aandacht, het leven van een beroemdheid lijkt op een sprookje. We took a lot of inspiration from the original comic book and what people who are familiar with the comic book are familiar with. Maar het leven neemt zijn loop wanneer je het minst verwacht. Doe met ons mee terwijl we beroemde beroemdheden bekijken die vanaf het scherm naar het verlies van alles zijn gegaan. 8. Johnny Depp. De rommelige scheiding tussen Johnny Depp en Amber Heard was overal te zien. De netto-waarde van Depp was $650 miljoen voor de scheiding en nu is zijn netto-waarde ongeveer $150 miljoen. Een financiële plotwending die zelfs Hollywood niet kon bedenken. Deze daling in rijkdom is te wijten aan het feit dat hij een luxueuze spender was en kostbare juridische geschillen had. Depp gaf ongeveer $57 miljoen uit aan het verwerven en inrichten van zijn eigendom. Hij gaf ook veel uit aan reizen met een privévliegtuig, wat maandelijks $200.000 kostte. Daarnaast diende Depp in 2017 een fraudezaak in tegen zijn voormalige zakelijke manager wegens wanbeheer en nalatigheid van fondsen gedurende zijn carrière. Hij moest ook de Belastingdienst $5,6 miljoen betalen aan achterstallige kosten. Tegen 2018 had Johnny $40 miljoen aan inkomsten verloren na de op-ed van Heard. Hij kreeg $15 miljoen aan schadevergoeding toegewezen, maar dit werd teruggebracht tot $10 miljoen. Johnny Depp heeft naar verluid zijn leven voortgezet, zich ondergedompeld in het toeren met een rockband in Europa, het maken van kunstwerken en het maken van films. 7. Willie Ames. Willie Ames is een acteur die ons scherm sierde en de beroemdheid werd door Tommy Bradford te spelen in Eight and Off. Toen de show op zijn hoogtepunt was, verdiende hij ongeveer $1 miljoen per jaar. Hij kreeg de kans om zijn talent te tonen in rollen zoals Adam 12 en Gunsmoke. Nadat hij een hoogtepunt in zijn carrière had beleefd, bereikte hij een dieptepunt. Na Eight and Off kreeg hij geen stabiele banen meer. Dit werd ook toegeschreven aan zijn afhankelijkheid van alcohol en het misbruik van stoffen. Bovendien verliet zijn tweede vrouw, Melo McCaslin, hem en verloor hij het contact met hun dochter. In een interview zei hij dat hij alles verloor. Op een gegeven moment ging hij van eten in het Witte Huis naar slapen in de struiken. Op 47-jarige leeftijd begon Ames zijn leven weer op te bouwen. Hij kreeg een baan bij een cruisemaatschappij en werkte zich omhoog. Hij vond ook liefde bij zijn penvriendin van 30 jaar, Winnie Hung. 6. Lonnie Willison. Een gezicht dat ooit de cover van fitnessmagazines sierde, is nu bedekt met vuil. Lonnie Willison, een fitness- en badmodel, trouwde in 2012 met Baywatch-ster Jeremy Jackson. Het paar leek op elk ander gelukkig stel, maar hun relatie was een façade. Volgens Willison hadden ze een moeilijke relatie waarin dingen fysiek werden. Het was op een punt gekomen waar Lonnie in een levensbedreigende situatie belandde. Daarna gingen de twee in 2014 elk hun eigen weg. Willison beweerde dat alles uit elkaar viel nadat haar huwelijk met Jackson eindigde. Gecombineerd met haar verslaving aan meth ging haar mentale gezondheid achteruit. Nu, dakloos op straat, werd ze gezien terwijl ze een kar trok met haar spullen en een yoghurtsnack pakte met handen besmeurd met verf. Ze vertelde aan The Sun dat ze op zichzelf kon leven en dat ze alles had wat ze wilde. Maanden geleden werd ze gezien in het vuil in de buurt van een vuilnisbak. 5. Nicolas Cage. Nicolas Cage heeft enkele slechte beslissingen genomen als het gaat om zijn financiën. De acteur, beroemd om zijn rol in Leaving Las Vegas, won daarmee een prijs. Hij heeft ook geacteerd in andere topfilms, wat zijn netto-waarde op $150 miljoen achterliet. Hij geeft zijn geldmanager de schuld van het feit dat hij op het pad van verderf is gestuurd. Maar gezien zijn extravagante uitgaven zijn we er zeker van dat hij daar zelf ook was beland zonder enige hulp. Cage had 2 kastelen gekocht ter waarde van €2,3 miljoen en €10 miljoen. Hij kocht ook een verlaten eiland in de Bahama's voor zichzelf. Dit zijn slechts enkele van zijn wilderige uitgaven en de lijst lijkt eindeloos door te gaan. Hij kocht ook de schedel van een dinosaurus ter waarde van $300.000, maar ontdekte later dat deze gestolen was. Desondanks stemde hij ermee in de schedel terug te geven aan de eigenaar, ook al was het niet zijn schuld. Hij deed ook slechte vastgoedinvesteringen, verloor en moest de Belastingdienst $6,3 miljoen aan ontroerend goedbelasting betalen. Hoewel hij al zijn schulden heeft afbetaald, is zijn huidige netto-waarde ongeveer $25 miljoen. Hij is niet blut, maar het is verre van wat het ooit was. 4. Rocky Lockridge. Van voormalig bokskampioen tot leven op straat in Camden, het verhaal van Rocky Lockridge is de weergave van rijkdom naar armoede. Lockridge was een Amerikaanse bokser die zijn eerste gevecht in 1988 tegen Tony Lopez won en het hoogtepunt van zijn carrière beleefde. Op 33-jarige leeftijd probeerde hij een comeback in de ring te maken, maar faalde. De vloek van de roem begon toen hij worstelde met verslaving en financiën. Lockridge gaf toe dat hij problemen had met drugs en geen geld had. Zijn vrouw liet hem ook in deze periode in de steek. Hij verhuisde naar de straat waar hij dakloos bleef. Op 50-jarige leeftijd zag hij er ouder uit door zijn gezondheidsproblemen.
Helaas overleed Lockridge in februari 2019 aan complicaties van een beroerte. 3. Gary Coleman. De inmiddels overleden Gary Coleman had als kind alles, maar verloor alles toen hij volwassen werd. Hij is het best bekend als kindacteur in de sitcom Different Strokes, waarin hij de rol van Arnold Jackson speelde. Als baby werd Coleman geadopteerd, maar hij werd geboren met een nierafwijking die een operatie vereiste. Het gezondheidsprobleem belemmerde ook zijn groei, waardoor hij heel klein bleef. Different Strokes werd het hoogtepunt van Colemans carrière. Toen de show werd stopgezet, begon de financiële strijd van Coleman. Op 18-jarige leeftijd vond Coleman het moeilijk om te worden ingehuurd voor werk omdat hij zijn lengte behield, maar zijn uiterlijk kon niet doorgaan voor een schattig jongetje. Coleman klaagde zijn ouders aan in 1989 wegens wanbeheer van zijn fondsen. Zijn trustfonds, dat $18 miljoen waard had moeten zijn, bleek $220.000 waard te zijn. Uiteindelijk moest hij faillissement aanvragen. Helaas overleed Coleman in mei 2010 op 42-jarige leeftijd. Er wordt gezegd dat er een voortdurende strijd was om zijn bezittingen, ook al had hij maar weinig over. 2. Tony Braxton. Braxton veegde de hele muziekindustrie schoon in het begin van de jaren 1990. Ze had een carrière zoals geen ander, miljoenen exemplaren verkopend en ongeveer $170 miljoen voor haar platenlabel genererend. Echter, in 1998 diende ze een faillissement in, wat fans in verwarring bracht over waar haar geld naartoe was gegaan. Er werd ontdekt dat ze haar platenlabel had aangeklaagd om haar contract te beëindigen. Tony ontving slechts 33% per album. Ze dacht dat zodra de tournee voorbij was en de verkoop van haar album werd berekend, ze een enorme royalty zou ontvangen. In plaats daarvan ontving ze $2000. Alles werd beter toen Tony eindelijk haar schikkingscheck ontving, die later onthuld werd meer dan $20 miljoen te zijn. Na de schikking bleef de carrière van Tony stijgen. Ze bleef optreden in shows die enorme menigte trokken. Helaas kon ze het niet tot het einde volhouden toen ze instortte en onmiddellijk werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze annuleerde de show en besloot zich te richten op haar gezondheid. Echter, in 2010 diende ze voor de tweede keer faillissement in. Tony Braxton is gescheiden en heeft 2 zonen en let op haar gezondheid. 1. Kim Basinger. In 1993 diende Kim Basinger faillissement in nadat ze werd aangeklaagd door Mainline Films wegens contractbreuk. Basinger zou de hoofdrol spelen in de film Boxing Helena. Niet alleen veranderde ze van gedachten over het spelen in de film, maar ze praatte ook publiekelijk het script naar beneden. De actrice begon eigenlijk als model in haar tienerjaren. In een interview beweerde Basinger dat ze niet kon verdragen naar zichzelf te kijken in de spiegel en stopte met modelleren om de acteerwereld in te gaan. Ze vond groot succes in het acteren, waarbij haar fysieke verschijning grotendeels bijdroeg. Basinger is bekend van films als Batman, Never Say Never Again en L.A. Confidential, waarvoor ze een Oscar won. Ondanks dit leek haar succes niet eeuwig te duren, aangezien haar zichtbaarheid leek af te nemen. Buiten haar topfilms leken haar andere films geen succes te hebben en werden ze bekritiseerd. Wat investeringen betreft heeft Basinger haar deel van verliezen gehad. Ze kocht ooit een stad, Braselton, voor het bedrag van $20 miljoen en verkocht het later voor ongeveer $4,3 miljoen. Na haar rommelige scheiding van haar tweede echtgenoot is Basinger actief in de industrie, maar ze houdt een laag profiel. Heb jij ooit een slechte financiële investering gedaan? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef dan een duim omhoog. Als je meer van onze video's wilt zien, klik dan op een op het scherm of bekijk het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.